Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, met mij gaat het goed in ieder geval. Voeding voor vetverlies hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En in de afgelopen video's hebben we al aardig wat stappen gemaakt om jouw voeding voor vetverlies op te zetten. We hebben gekeken naar het verschil tussen afvallen en vetverliezen, want alhoewel ze heel veel overlap hebben, zijn ze zeker niet hetzelfde. Aangezien we door middel van krachttraining, voldoende slaap en stressmanagement, we het lichaam willen dwingen om het tekort in energie op te vangen door de vetmassa af te breken, de spiermassa zoveel mogelijk met rust te laten. En misschien zelfs wel op te bouwen. Toen hebben we daarna gekeken naar hoeveel calorieën jij dan precies nodig hebt en hoe je dit kan uitrekenen. Wat ons eigenlijk overlaat met hoe gaan we deze calorieën dan indelen. Want je kan je wel voorstellen dat als iemand 2000 calorieën nodig heeft, dat het resultaat als die 2000 calorieën alleen maar van suiker zouden komen, heel anders zou zijn dan als iemand 2000 calorieën aan een gemixt dieet zou eten. Kijk, met beide zal je gewicht verliezen, maar de manier waarop en hoe lang je gewicht zal verliezen en hoe je je uiteindelijk voelt, dat zal wel enorm verschillen. En dat is dus waar ik het in deze video met jullie over wil hebben. Het opstellen van je macronutriënten. Dus mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te drukken. Want er komen veel meer van dit soort video's aan. Hoef jij die dus niet te missen. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij het vetverliezen, afvallen, spiermassa opbouwen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website. En daar staat mijn 1-op-1 coaching. Maar dat gezegd hebbende, laten we gewoon direct beginnen. En laten we beginnen met wat zijn macronutriënten überhaupt? Want voordat we ze kunnen indelen, is het wel belangrijk dat je weet waar we het over hebben. Macronutriënten zijn de voedingsstoffen waar we onze energie uiteindelijk vandaan of uithalen. En je kan het ongeveer hiermee vergelijken. Stel je voor, ik zeg tegen jou, ik heb 100 euro. Dan weet je dat ik in totaal 100 euro heb. Maar waar die 100 euro uit opgemaakt is, dat weet je niet. Het kunnen twee briefjes van 50 zijn. Het kan eentje van 50 zijn, twee van 20 en eentje van 10. Maar het kunnen ook 10 briefjes van 10 euro zijn. Dus we weten, het totaal is 100. Maar waar dat dan vandaan komt, dat weten we nog niet. En hetzelfde geldt met voeding. Ik kan wel tegen jou zeggen, oké, 2000 calorieën. En dan weten we het totaal, maar waar die 2000 calorieën dan uiteindelijk uitkomen of vandaan komen, dat kan wel heel erg verschillen. En dat brengt ons weer bij de volgende vraag. Want welke macronutriënten zijn er dan? Er zijn 5 plekken waar wij onze energie vandaan kunnen halen. We hebben de vetten. Per gram levert dit 9 calorieën op. Dan hebben we de koolhydraten. Per gram levert dit 4 calorieën op. Dan hebben we de vezels. Afhankelijk van welk type vezel je hebt, daar komen we dadelijk nog op. Tussen de 0 en 2 calorieën. Hebben we de eiwitten, 4 calorieën per gram. En dan tot slot hebben we alcohol. En per gram alcohol levert het ongeveer 7 calorieën op. De meeste macronutriënten zie je ook altijd op de achterkant van een verpakking staan. Ik heb hier een pot pindakaas. En je zou dit met elk product kunnen doen. Ik ga gewoon eventjes voor de pindakaas, want daarvan weet ik dat bijna elke macronutriënt erin zit. Dan kunnen we zien dat per 100 gram er 651 calorieën in zitten, waarvan 55,8 gram vet is, 11 gram is koolhydraten, 5,4 gram vezels en dan tot slot 23,6 gram eiwitten. Als ik dan zou willen weten hoe groot deel van de calorieën komt van bijvoorbeeld vetten, dan doe ik 55,8 in totaal. 55,8 gram vet in per 100 gram keer 9 calorieën. Waarom die 9 calorieën? Omdat ik net heb gezegd dat 1 gram vet 9 calorieën bevat. En op deze manier zou je dan kunnen uitrekenen hoeveel calorieën van de pindakaas dus van de vetten komen. En zo zou je in theorie ook een label kunnen controleren. Als je iets te veel tijd hebt. Maar naast het leveren van energie hebben macronutriënten ook nog andere hele belangrijke functies in het lichaam. En elke macronutriënt heeft dan ook weer een andere functie. Dus laten we ze gewoon één voor één afgaan. En laten we dan ook maar gelijk beginnen met eiwitten, want dit is volgens mij iedereens favoriet. En zeker in de fitnesswereld. We weten dus al dat het per gram 4 calorieën levert. Maar wat levert het nog meer? Uiteindelijk worden eiwitten afgebroken tot aminozuren. En aminozuren zijn letterlijk de bouwstenen voor onze lichaamcellen. En dus uiteindelijk ook spiercellen. Maar als jij een wondje hebt, dan ook voor de nieuwe huidcellen. Echt elke cel die je kan bedenken, wordt uiteindelijk opgebouwd uit aminozuren. Dus je kan je wel voorstellen, als je een tekort aan eiwitten hebt, nou ja, spiergroei is niet de eerste prioriteit van het lichaam, dat je mogelijk spiermassa zal afbouwen. Want je lichaam heeft gewoon niet voldoende bouwstenen, niet voldoende bouwblokken om die spiermassa weer opnieuw op te bouwen. En als je echt een gigantisch tekort hebt, zou het ook betekenen dat dingen zoals wondgenezing, wat wel een prioriteit is, dat zelfs dat niet helemaal lekker meer loopt.
En je kan het een beetje vergelijken met het bouwen van een huis. Als jij een huis wil bouwen, dan kan je de beste werkomstandigheden creëren. Je kan de beste aannemer inhuren met de beste bouwvakkers. Je kan de bouwvakkers zeeën van tijd geven. Maar als jij ze vervolgens geen stenen geeft om een daadwerkelijk huis te bouwen, ja, dan zal er uiteindelijk niet heel veel gebeuren. Dan de koolhydraten. Binnen de koolhydraten hebben we twee verschillende soorten. We hebben de zetmeel. Hierbij kan je denken aan dingen zoals aardappel. Als je dat eet, dan proef je ook echt een beetje dat korrelige en dat het zeg maar tussen je tanden een beetje gaat zitten. Maar andere voorbeelden van zetmeel zijn ook volkoren brood, zilvervliesrijst, volkoren pasta. Naast de zetmeel hebben we ook de suikers. Dan kan je denken aan je tafelsuiker, maar fruitsuikers, dus suikers die van nature voorkomen in fruit. We hebben melksuikers, dus suikers die van nature voorkomen in melkproducten. Ja, honing is ook gewoon een vorm van suiker. En zowel de zetmeel als de suikers leveren per gram 4 calorieën op. Dus daar zit geen onderscheid in. En waar zijn die koolhydraten dan uiteindelijk voor verantwoordelijk? Nou ja, koolhydraten zijn de voornaamste energiebron van ons lichaam. En sterker nog, de hersenen kunnen bijna niet zonder. En ik zeg expres bijna niet zonder, want het lichaam kan technisch gezien vetten afbreken tot ketonen. En die kunnen de hersenen dan gebruiken. En daarom zou je technisch gezien helemaal zonder koolhydraten in je dieet kunnen. Maar, dit gaat wel echt ten koste van je prestatie, want alhoewel we vetten kunnen gebruiken, gaat je lichaam wel by far het lekkerst op koolhydraten. En we kunnen eventueel ook tekorten aan vitamine en mineralen gaan oplopen. Want dingen zoals fruit, zuivelproducten, volkoren producten, die gaan we dan allemaal mijden. En daar zitten natuurlijk hele belangrijke vitamine en mineralen in. Maar ook antioxidanten die uiteindelijk weer voor een gezonder lichaam zorgen. En een gezonder lichaam wordt uiteindelijk ook weer een fitter lichaam. Dus technisch gezien kunnen we zonder, maar ik zou het absoluut niet aanraden. Dan hebben we de eiwitten en de koolhydraten gehad en dan kunnen we door naar de vetten. En ook hier hebben we weer twee verschillende soorten. We hebben de onverzadigde vetzuren en de verzadigde vetzuren. En mijn advies als het gaat om gezonde voeding en gewoon je gezondheid in het algemeen, focus je voornamelijk op de onverzadigde vetzuren. Maar beide, zowel de onverzadigde als de verzadigde vetzuren, dienen als energiebron. Want ik zei het al eventjes, ze leveren 9 calorieën per gram. En dat is dus het dubbele van zowel de eiwitten als de koolhydraten. Maar naast dat ze dus als energiebron dienen, zijn ze ook ongelooflijk belangrijk bij het aanmaken van nieuwe cellen. Want elke celwand bestaat uit cholesterol. En cholesterol is een vetachtige stof. Dus als je daar niet genoeg van zou eten, dan wordt het ook niet mogelijk om cellen uiteindelijk op te bouwen. Want ook al is alles wat in die cel zit eiwitten, als je niks hebt om het daadwerkelijk bij elkaar te houden, dan valt het uit elkaar. En daarnaast worden hormonen ook voornamelijk opgebouwd uit cholesterol. Dan kan je denken aan dingen zoals je testosteron, wat natuurlijk weer een cruciale rol speelt bij spieraanmaak, spierbehoud en vetverbranding. En tot slot, zo'n 60% van je hersenen bestaat uit cholesterol. Dus een tekort hiervan, nou ja, verminderde hersenfunctie, maar ook een hormoonhuishouding die niet helemaal optimaal meer is. Maar ook, net zoals bij de koolhydraten, als je er een tekort aan hebt, zou je vitamine en mineralen kunnen mislopen. Want in producten zoals avocado, olijfolie, zonnebloemolie, noten, pitten, zaden, noem het allemaal maar op, zitten natuurlijk ook heel veel vitamine, mineralen en weer antioxidanten die we heel hard nodig hebben voor een gezond lichaam. Dan naast de eiwitten, koolhydraten, vetten, hebben we ook nog de vezels. En ik zei het al eventjes, er zijn meerdere soorten vezels, namelijk twee soorten. We hebben de onverteerbare vezels en de verteerbare vezels. En ja, de onverteerbare vezels, die zijn niet verteerbaar en daar kan je lichaam dus ook geen energie uithalen. Maar de verteerbare vezels kan je lichaam wel afbreken en wel energie uithalen. En dat zijn dus die 2 calorieën per gram. En vezels spelen een cruciale rol bij de stoelgang, maar ook bij de darmflora. En darmflora is een heel duur woord voor de gezondheid van je maag- en darmkanaal. En er komt steeds meer positief onderzoek uit over hoe belangrijk die darmflora wel niet is voor gemoedstoestand, maar ook algemene gezondheid. En een tekort aan vezels kan dus uiteindelijk resulteren in een mindere darmflora, maar ook in een suboptimale stoelgang. En dan tot slot ook eigenlijk een beetje in de kwaliteit van voeding die je eet. Want vezels zitten voornamelijk in fruit, groenten, volkoren granen, peulvruchten, pitten, zaden, noten. En als jij daar dus een tekort van zou hebben, zou dus ook eigenlijk betekenen dat jij niet heel veel eet van al die gezonde producten en dus ook weer vitamine misloopt. En dan tot slot alcohol. Alcohol doet eigenlijk niet heel veel goeds in het lichaam. Sterker nog, het doet vooral schade.
Dus het levert ons niks op qua voedingsstof uiteindelijk. Maar het geeft wel heel veel energie. Per gram levert het 7 calorieën op. Bijna weer het dubbele van koolhydraten en eiwitten. En alleen de vetten zitten daar weer boven. Maar vetten leveren uiteindelijk wel wat op. En alcohol is dan ook eigenlijk de enige macronutriënt waar ik zou zeggen van... goh, die zou je het liefst willen mijden en anders heel erg willen matigen. Maar mocht je nu willen weten hoe je met alcohol om kan gaan... zelfs tijdens het vetverliezen, daar heb ik een hele video over gemaakt. Dus die video kan je altijd eventjes kijken. En dan hebben we zo gehad wat macronutriënten zijn, welke er zijn en waar ze uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn naast het leveren van energie. En een hele logische vraag is dan ook, oké, nu ik dat weet, hoeveel van elk heb ik nodig? En laten we dan weer beginnen bij de eiwitten. Want ik zei het al eventjes, van alle macronutriënten zijn deze uiteindelijk het belangrijkst voor spierbehoud en of zelfs wel spiergroei. Voor eiwitten wil je ongeveer tussen 1,6 gram en 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht zitten. En het hangt van verschillende dingen af waar je uiteindelijk gaat zitten op dit spectrum. De eerste factor is hoe groot is je tekort. Want als jij een heel klein tekort hebt, zal je lichaam uiteindelijk minder van die eiwitten gaan gebruiken als energie. En zal het dus meer overhouden voor spierbehoud en spiergroei. Maar daarnaast hangt het ook heel erg af van hoeveel vetmassa je hebt. Want alle onderzoeken zijn uiteindelijk gedaan op totale massa. Maar als jij heel zwaar bent en dus heel veel vetmassa hebt, dan heb je gewoon simpelweg niet heel veel spiermassa om te onderhouden. Maar ben je toch heel zwaar. Dus dan kan het zo zijn dat de eiwitten die je uitrekent gewoon veel te veel voor je zijn. En dan tot slot, van alle macronutriënten werken eiwitten ook het meest verzadigend. Dus als jij heel veel moeite hebt met het controleren van je honger, dan kan het geen kwaad om met eiwitten iets hoger te gaan zitten. En zo kan jij dus een beetje kiezen waar in dat spectrum van 1,6 tot 2,2 jij uiteindelijk zal vallen. En technisch gezien, als jij je caloriedoel hebt en je eiwitdoel hebt, zou je de overige calorieën kunnen indelen zoals je wil. Want met alleen je calorieën en je eiwitten pak je al zo'n 90% van het resultaat. Misschien zelfs wel 95%. Zolang je ervoor zorgt om niet iets geks te doen met je dieet, dus bepaalde producten en of productgroepen te mijden, dan kan je uiteindelijk weer die tekorten oplopen, wat we niet willen. Maar zolang je dat niet doet, zou je prima de calorieën die je over hebt nu kunnen indelen zoals je wil. Dus de ene dag heb je wat meer zin in koolhydraten, prima, dan eet je wat koolhydraatrijker. De andere dag heb je wat meer zin in vette producten, dan eet je wat meer vetten. Het enige wat je dan hoeft te doen, is eventjes uitrekenen hoeveel calorieën er nu precies naar de eiwitten gaan. Laten we zeggen dat we een vrouw van 60 kilo hebben, 2000 calorieën op een dag nodig heeft. Eventjes voor het gemak, zij zegt, ik heb ongeveer 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig. Dit zou neerkomen op 120 gram eiwitten in totaal. Dit wordt een beetje rekenwerk, dus ik zal het ook eventjes hier neerzetten. 1 gram eiwitten is 4 calorieën. 120 gram eiwitten zijn 480 calorieën. Dat zou betekenen dat zij 1520 calorieën overhoudt om in te delen zoals zij zelf uiteindelijk wil. Maar wat nu als je wel wil maximaliseren? Dus ik zei het al eventjes, dit is zo'n 90-95% van het resultaat. Maar wat nu als je wel echt die 100% eruit wil halen? Ja, laten we dan eerst kijken naar de vetten. En voor de vetten wil je dan ongeveer 20 tot 35% van je calorieën rekenen. En dit heeft voornamelijk te maken met persoonlijke voorkeur. Dus wat vind jij prettig? Vind jij het heel erg fijn om dingen zoals eieren, noten, pitten, zaden, vette vis, om al dat soort producten te eten? Of heb je het daar niet zo heel erg mee? En ben je meer van dingen zoals brood, havermout, noem het allemaal maar op. Nou, als je dus heel erg van vette producten bent, ga je meer richting de 35%. Als je wat minder van vette producten bent, ga je meer richting de 20%. Heel eerlijk, mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar wat lager zitten in vetten en wat hoger zitten in koolhydraten, maar daar kom ik dadelijk bij de koolhydraten nog op. Maar toch, laten we dan eventjes voor dit voorbeeld 20% van de calorieën rekenen. Nou ja, 20% van 2000 calorieën is 400 en we weten per gram vet zitten er 9 calorieën. Dus dan doen we die 400 delen door 9 en dan kom je uiteindelijk op 44,44444, dus laten we even voor het gemak 45 gram vet per dag zeggen. En dan nu de koolhydraten. Dit zijn dan eigenlijk de calorieën die je nog over hebt. Dus laten we dan weer eventjes gaan rekenen. Ik zal hem weer hier neerzetten. We hadden 2000 calorieën, dat hadden we uitgerekend. We hadden 480 calorieën die van eiwitten kwamen. 400 calorieën die van vetten kwamen. Dat laat ons over met 1120 calorieën. We weten dat er in 1 gram koolhydraten 4 calorieën zitten. Dus als we die dan delen door 4, dan komen we op 280 gram koolhydraten per dag uit. En ik zei het net al eventjes, mijn voorkeur gaat uit naar een dieet, als het puur gaat om vetverlies overigens, wat hoger is in koolhydraten. Want als we echt, echt,
echt heel technisch willen worden, dan zou je het kunnen beargumenteren dat meer koolhydraten, wat uiteindelijk de voornaamste energiebron van het lichaam is, waar het lichaam dus ook het beste op gaat uiteindelijk, zal zorgen voor een betere prestatie. En een betere prestatie zal ook weer zorgen voor makkelijker spierbehoud en of zelfs wel spiergroei. En daarnaast hebben koolhydraten een anti-katabolisch effect. Dit is echt een heel duur en fancy woord, maar het betekent dat het spierverlies of spierafbraak tegen zal gaan. En dat is dus, als ik echt heel technisch wil worden, waarom mijn voorkeur uitgaat naar een dieet wat hoger is in koolhydraten ten opzichte van vetten. Maar heel eerlijk, een persoonlijke voorkeur is veel belangrijker dan die 1 of 2% die je hier misschien uit zult halen. En zou jij als een persoon die graag vetten eet, een dieet gaan eten wat hoger is in koolhydraten, omdat je mij nu hebt horen zeggen dat je dan 2% extra resultaat krijgt, maar resulteert dit er uiteindelijk in dat je dit niet kan volhouden, dat je dit niet leuk vindt? Nou ja, dan zal die 100%. Dat zal dan uiteindelijk, ja, laten we zeggen dat je de helft van de tijd volhoudt, 50% worden. Dan de vezels. Vezels krijg je binnen met de meeste koolhydraatrijke producten die je eet. En ook sommige vetbronnen krijg je ze al mee binnen. Dus die zitten eigenlijk al verwerkt in wat we nu hebben uitgerekend. Maar toch nog eventjes, per 1000 calorieën wil je ongeveer 14 gram vezels binnenkrijgen. Dus in ons voorbeeld wat we nu hebben, vrouw die eet 2000 calorieën, zou dat 28 gram vezels op een dag zijn. Betekent dit dat je niet meer mag eten? Nee, absoluut niet. Want vezels, net zoals eiwitten, werken enorm verzadigend. Dus als je aan het afvallen bent of vet aan het verliezen bent, dan kan dit wel eens prettig zijn, want je zit gewoon voller. En dat laat ons over met alcohol. Zoals ik al zei, alcohol... Ik zou het eigenlijk gewoon mijden tijdens het vetverliezen. Want alcohol, het levert ons niks op. Behalve heel veel energie. We zitten al in een periode waar energie schaars is. Want we zitten in een tekort. Het levert niks op. Maar het brengt wel veel energie. Wat al kostbaar is. Het is een beetje een scheve verhouding wat je dan krijgt. Dus voor dit voorbeeld zeg ik eventjes dat we 0 gram alcohol nemen. Wat ons uiteindelijk overlaat met 2000 calorieën die opgebouwd zijn uit 120 gram eiwitten. Ik zal het overigens weer eventjes hier in beeld laten komen. Dit is voor ons fictieve voorbeeld. Iedereen is natuurlijk anders. 45 gram vet, 280 gram koolhydraten en 28 gram vezels. En dan technisch gezien 0 gram alcohol. En dan is een hele logische vervolgvraag natuurlijk. Oké, Donald, maar hoe deel ik deze macronutriënten dan in tijdens mijn maaltijdmomenten? En hoe vaak eet ik überhaupt op een dag? En dat, de maaltijdsamenstelling, gaan we in de volgende video bespreken. Voor deze video vind ik het vooral belangrijk dat jullie nu snappen wat macronutriënten zijn, welke functies ze hebben en hoe jij dan jouw calorieën die we in de vorige aflevering hebben uitgerekend kan invullen. Het was best wel wat rekenwerk, maar ik heb het geprobeerd om zo makkelijk en simpel mogelijk te houden met mijn fictieve voorbeeld, het ook gewoon steeds op het scherm te laten zien. Maar ik kan me voorstellen dat aan de hand van deze video jij nog wat vragen hebt. Dus mocht je nog vragen hebben over het uitrekenen van jouw macronutriënten of het uitrekenen van jouw calorieën, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik help je graag verder. Maar mocht je deze video nou leuk en handig hebben gevonden, laat dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, nogmaals, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te drukken, want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij dit dus niet te missen. Mocht jij nu bij jezelf denken van, goh, ik kan hier best wel wat hulp bij gebruiken. We zijn bij het vetverliezen, afvallen, spiermassa opbouwen, aankomen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want dan vind je een linkje naar mijn website en daar staat mijn 1 op 1. Coaching. Maar dan was dit het voor vandaag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.